ben Joost van Dijk. Ik ben geboren in Nederland en ik woon nu al 3 jaar in Noorwegen. En we zijn nu bij Holmen Husky in Alta, in Noorwegen, in Finnmark. En wij hebben een husky farm waarbij we hondensledentochten aanbieden aan gasten. En daarnaast hebben we een professionele race kennel waar we meedoen aan de grote internationale races dus van Europa. Als we gaan racen heb je eigenlijk 2 verschillende soorten van teams. Dat is een beetje afhankelijk van de afstand die we gaan doen met de races. Een gemiddeld hondenteam bestaat uit 8 honden. Dat zijn tot races tot 600 kilometer. Als we langer gaan, richting 1200 kilometer races, dan heb je een team wat opgebouwd is uit 12, 14 of 16 honden. Een team van 8 honden bestaat uit 4 verschillende functies. Want ze lopen 2-aan-2. Dus de honden hebben ongeveer een gelijkaardige functie waarin ze elkaar aanvullen en elkaar ondersteunen op momenten dat het nodig is. Dus ja, vooraan, de hond die je als eerste ziet, dat zijn de lead honden of de leidhonden. En die zijn er met 2 belangrijke redenen. Ten eerste is om de lijn strak te houden en daarmee voorkomen we dat de honden elkaar kunnen raken en de lijnen met elkaar in de knoop kunnen raken. Dus die houden eigenlijk de hele span of de hele team houden ze in positie. Dus die doen voornamelijk positiebepaling. En daarnaast zijn dat de honden waar we het meest mee communiceren. Die weten de commando's voor links en rechts en daarmee kunnen we ons manoeuvreren over het terrein waar we moeten zijn. Dus die hebben eigenlijk een hele belangrijke functie binnen het team. En het zijn ook letterlijk ook de voortrekkers van het hele team. Dus het zijn honden die heel erg gemotiveerd zijn om altijd maar te blijven gaan en te willen gaan. En die moeten het rest van het team ook met zich meekrijgen. Als die 2 honden het eigenlijk opgeven tijdens een race, dus de honden en de rest van het team zijn steeds sterker of die hebben een groter wil om te gaan, ja, dan vouwt het team zich langzaamaan in elkaar. En dan heb je een probleem. Dus die honden moeten altijd een voortrekkersrol behouden binnen het team. Daarachter heb je dan de swing dogs. En die zijn eigenlijk een beetje ter ondersteuning van de lead dog, van de lead dogs. Dus die helpen zowel met sturen van links naar rechts, helpen ze te manoeuvreren en die lijn te controleren. Maar het is ook een soort van backup van de leiders, zodat ze er niet helemaal alleen voor staan. Dus die kunnen ook een deel van de commando's vangen ze mee op. En zijn ook een soort van mentale steun voor de leidhonden. En dan de derde rij, dat zijn dan de teamhonden. En dat zijn honden die gewoon een hele goede basisconditie hebben en altijd maar willen gaan. Maar niet direct een directe functie hebben. Dus ze helpen mee voor de algemene sterkte van het team. Je hebt ze gewoon nodig als kracht, maar hebben niet een specifieke functie in de rest van het geheel. Als je echt een supergoed team hebt, zit er daar soms nog wel wat leidhonden in, zodat je ze kan wisselen binnen je team. Maar in principe is dat niet nodig. En dan de honden die dichtst bij de slee staan, dus dat is de vierde rij, dat zijn de wielhonden. En dat zijn eigenlijk de sterkste honden. Dus op het moment dat je vertrekt of als je een heuvel opgaat, zijn dat de honden waar de meeste kracht op komt. Dus dat zijn vaak de wat sterkere honden en die dit ook wat meer aantrekken. Maar dat zijn ook vaak wel de honden die iets minder motivatie hebben om te gaan. Dat ze meer hardwerkend zijn dan dat ze heel erg snel zijn of een langer uithoudingsvermogen hebben. Dus die staan veel meer in de achterkant, waardoor je ze ook makkelijker kan aanspreken als musje. De honden die helemaal voorin staan, dus je leidhonden, die staan ongeveer, ja, dat is ongeveer bijna 8-9 meter van je vandaan. Dus daar moet je veel meer op zachte commando's mee kunnen communiceren dan de honden die je dichtbij je hebt staan. Maar je hebt ze eigenlijk allemaal nodig om tot een topprestatie te kunnen komen. En het is voornamelijk hoe die honden elkaar aanvullen, dat je uiteindelijk tot een topteam kan komen. Dus als je zeg maar alleen maar 8 supergoede leiders in dat team zet, dan ga je er niet komen. Want je hebt die sterke mannen nodig in wiel die je door die moeilijke passages heen trekken. Maar met alleen maar 8 mannen die willen werken in wiel, mis je de intelligentie en het doorzettingsvermogen van vaak de leidhonden die vooraan lopen. Dus het is heel erg een wisselwerking tussen al die honden. En daarnaast komt een hond, zijn karakter bepaalt ook met wie die samen kan lopen. Want niet alle honden kunnen direct naast elkaar samenlopen. Ze moeten elkaar eigenlijk, en dat is hetzelfde bij mensen in een team, ze moeten elkaar ook kunnen aanvullen. Dus als je een hele dominante grote hond hebt en je zet er nog een dominante hond naast, dan krijg je die spanning loopt te hoog op. Uiteindelijk kunnen ze het wel doen, maar er is een spanning in je team, een nervositeit die uiteindelijk je team niet ten goede zal komen. Als je daarnaast meer een submissive, dus meer een onderdanige hond nazet,
dan gaat dat eigenlijk meestal heel goed. Omdat ze elkaar accepteren hoe ze zijn. Die submissive hond die kan zich optrekken aan die sterkere persoonlijkheid. Terwijl die sterkere hond gewoon normaal kan doen en zich niet extra hoeft te profileren. Omdat hij bang is dat zijn positie wordt aangepakt door die andere hond. Dus dan krijg je een soort stabiliteit. Maar het ligt wel allemaal heel erg genuanceerd. Want op het moment dat die hond te onderdanig is en die andere hond te dominant, dan werkt het niet meer. Dus dat is iets wat je continu moet uitproberen. En het heeft ook te maken met hoe willig zo'n hond is om te gaan. Hè. De ene hond die is misschien niet de sterkste hond. Dat is misschien niet de snelste of de sterkste. Maar dat is een hond met een enorm vermogen om te blijven gaan. Die heeft een wilskracht die gigantisch sterk is. En zo'n hond plaatsen we heel vaak in als teampositie. Dat is zo'n hond op het moment dat je hele team stagneert en ze krijgen het moeilijk en het is te koud en het is te zwaar, dat die opstaat en gaat blaffen en eigenlijk de rest van het team eigenlijk weer motiveert om te blijven gaan. Dus dat is eigenlijk een hond die je niet zo selecteert op zijn snelheid en zijn kracht, maar puur gewoon het feit dat hij wil blijven gaan en ja, een sterke motivator is voor de rest van het team. En zo proberen we eigenlijk ook continu ja, daar matches in te vinden. Dus ik denk als je zowel de hond als de persoon in de juiste omgeving plaatst, met de juiste omgevingsfactoren, zover je die kan beïnvloeden, ja, dat ze beide tot betere zaken, betere prestaties komen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd.